Het ministerie van Financiën heeft 15 miljoen SRD vrijgemaakt om de netto salarisverhoging van ambtenaren uit te betalen. Het geld is gereserveerd uit de government take op brandstof. Dit is het resultaat na diverse onderhandelingen tussen de centrale van landsdienarenorganisatie CLO en Financiën. CLO-bestuurslid Michael Miskin zei vandaag tijdens een assemblee van de ledenraad dat de verhoging die vanaf deze maand ingaat gebaseerd is op het gelijkheidsbeginsel met de leraren. En als wij zeggen dat wij het gelijkheidsbeginsel willen laten uitvoeren, dan gaan wij diezelfde weg bewandelen. Dat wil zeggen, dames en heren, concreet, dat u 1 april 375 SRD krijgt. U krijgt 1 mei 375 SRD en u krijgt 1 juni 375 SRD netto. Miskin geeft verder aan dat een aparte loonslip over april gemaakt wordt voor de ambtenaren, omdat april praktisch al voorbij is. Hierdoor zullen de landsdienaren uiterlijk 15 mei de eerste tranche van 375 SRD ontvangen. Het bestuurslid zegt verder dat de landsdienaren vanaf augustus tot en met december 2017 maandelijks 125 SRD erbij krijgen. Juli krijgen de ambtenaren geen nettoverhoging omdat de overheid naast het loon ook vakantiegeld moet uitbetalen. Volgens Miskin zullen deze afspraken de volgende week worden vastgelegd in een overeenkomst. CLO-voorzitter Ronald Hooghaart is blij met het bereikte resultaat. Echter weerspreekt hij berichtgevingen als zou hij een salariseis van 111% op tafel hebben gelegd. Maar wij praten over of koopkrachtversterking of een kredietwaardig loon. De toestand zou wij hanteren naar kredietwaardig loon, naar koopkrachtversterking. Omdat hoe leer je uit 93, dat heeft die trouwe money zomaar desma. CLO-bestuurslid Michael Miskin zag u eerder die vandaag tijdens de assemblee van de ledenraadvergadering aangaf wat het besluit is van de regering met betrekking tot de netto salarisverhoging. Hij gaf tenslotte aan dat volgend jaar een nieuwe loonreeks moet komen voor de ambtenaren. De vakorganisatie heeft haar huiswerk gemaakt en diende zij op 31 maart een concept loonreeks in bij de regering.